Nelleke, gefeliciteerd met het Dankjewel. Toekenning van de Constant & Huygens prijs. Dankjewel. Hoe vind je het om deze prijs te winnen? Ik vind het fantastisch. Ik ben ontzettend blij. Het is echt een erkenning van het werk. Ja, je vraagt er niet om als je schrijft, want dat doe je om een heleboel andere redenen. Maar Het is wel heel erg fijn als mensen zeggen van nou, dat heb je goed gedaan. Je hebt de prijs gekregen voor je hele oeuvre. Ja. En ik zag in het persbericht erover dat de jury jou prijst over het laatste terugkomen op de actualiteit in het verleden en het verband leggen tussen heden en verleden eigenlijk. Ja. Is dat belangrijk? Is dat een belangrijke functie van boeken? Nou, in ieder geval voor mij is het belangrijk. Het zal niet voor iedereen in deze wereld van belang zijn, want een heleboel mensen vinden geschiedenis maar niks. Maar ik denk altijd dat je je eigen leven, je eigen bestaan niet kunt snappen als je niet een klein beetje weet waar het allemaal vandaan komt. Mm-hmm. Je hebt ook dit essay van de Maand van de Geschiedenis geschreven. Een prachtig essay over het thema opstand. En je beschrijft erin het moment dat jij Camus las, Mens in opstand. Ja. Kun je daar, wat heeft dat voor jou betekend, dat boek? Ja, ik was toen 19, dus vrij jong. En ik had al wel wat van Camus gelezen op school en later. Maar toen begon ik dus zijn essays te lezen. En De Mens in Opstand was voor mij een soort openbaring. Het is geen makkelijke tekst hoor, daar gaat het niet om. Het is niet iets wat je zomaar op een achternamiddag wegslikt. Maar het is echt een tekst waar je ontzettend je hersens bij moet houden. Mm-hmm. Maar dan zegt hij ook van zulke essentiële dingen over hoe de mens leeft, waarom hij leeft, wat hij allemaal nodig heeft om dat leven zin te geven. Mm-hmm. En hij beschrijft de mens dan in zijn wezen als, als het goed is, ik verzet mij, dus wij bestaan. Mm-hmm. Het is niet alleen maar ik, maar je bent altijd een ik in verhouding tot anderen. Mm-hmm. En je bent altijd een ik die zich afvraagt, is dit juist? Mm-hmm. Is dit goed? Moet het niet anders? Ja. En het moet per definitie eigenlijk altijd anders. Ja. Want we zijn niet gemaakt. Mijn allerlievelingste personage uit jouw boeken, die hier ontzettend mee worstelt ook, is Menno Molenaar uit Vrij Man. Ja. Dat is fantastisch. Ja. Waar natuurlijk ook heel expliciet die heden-verleden verhouding op de voorgrond staat. Maar wat is jouw favoriete opstandige personage uit je werk? Wow. Oh, nee, dat weet ik eigenlijk niet. Okay. Je overvalt me een beetje met die vraag. Okay. Maar laat ik nou gewoon Catharina Donker nemen, de laatste aan het eind van de dag. Ik herken haar motief. Okay. En ik herken de omgeving waarin ze optrad. Okay. Als de lezers dit ook willen weten, dan kan ik het boek heel erg aanraden. En natuurlijk deze. En gefeliciteerd. Dankjewel. Dankjewel. Thank you.